Marco Bakker, hij zal zichzelf ongetwijfeld beter voorstellen dan ik. We hebben elkaar ontmoet anderhalf jaar geleden in de koude winter. Ja, klopt. Ik mocht een stuk verhaal voorlezen van Herman de Man. Misschien hebben jullie het op YouTube gezien. Hè? Een heleboel mensen hebben de verhalen van Herman de Man voorgelezen. En hij zat achter de camera. En vandaag zat hij voor de camera. Hij zal een leiding gegeven over de relatie van Pauline Bisdom van Vliet met Schoonhoven. En wij zijn heel benieuwd of ze een relatie had. Ik neem aan dat ze hier wel langs gekomen is. Maar we gaan vol verwachting luisteren. Ik geef jou graag het woord. En dan gaat Marco dicht bij. Nou, goedenavond allemaal. Ik ben Marco Bakker, zoals al aangekondigd werd. En wat wel heel belangrijk is, ik ben de beheerder van Museum Paulina Bisdom van Vliet. Daar zal ik even een plaatje van laten zien. Misschien kent u het wel als u door Haastrecht rijdt, dan ziet u dit pand. Het is gebouwd in 1877. En het is een hele mooie gevel, helemaal uit volgens de mode van die tijd. We zien daar ook twee mooie agaves op een balkon staan. En we zijn nu in een tijdje in restauratie geweest, 2,5 jaar, dus het museum is een tijdje dicht geweest. Gelukkig zijn we inmiddels weer open sinds mei dit jaar. Inmiddels kunnen bezoekers weer gewoon bij ons binnenkomen en van genieten van het moois wat in het museum te zien is. De officiële opening is pas volgende week, maar goed, inmiddels kunnen de bezoekers alvast gewoon komen kijken. Hier ziet u nog even het logo van het museum. Daar kunt u het aan herkennen. En het museum heet dus Paulina Bisdom van Vliet, want het gaat over een dame. Vroeger heette dit museum Bisdom van Vliet. En dat gaf altijd wat verwarring, want dan denken de mensen dat het gaat over een bisschop of iets over de katholieke religie. Nee, dat is niet waar. Het gaat over Paulina. En Paulina was een dame uit de 19e eeuw. Het pand is, dus wat ik al zei, grondig aan restauratie onderhevig geweest. Nu wordt de buitenkant nog helemaal onder handen genomen, dus het pand staat nu in de steigers. Dus laat u zich niet weer houden om toch even te komen kijken. We staan in de steigers, maar het museum is toch gewoon open. En wat wel interessant is aan het pand is ook dat de gevel is een beetje asymmetrisch eigenlijk. Want u ziet die hoekstenen die zo naar binnen springen. Die zijn een beetje vreemd over de gevel verdeeld. U ziet eigenlijk als we van linksaf gaan, ziet u 1, 2 ramen, 1, 1, 2. Dus dat is een heel raar ritme eigenlijk. Maar dat heeft te maken met het gebouw wat daarvoor stond. Het gebouw wat eigenlijk uit de 18e eeuw stamt. En als ik nu even op de knop druk, dan ziet u hem langzaam overgaan in het gebouw wat daarvoor heeft gestaan. Tenminste, dat nemen we aan. Het is een reconstructie. Dan ziet u dat eigenlijk het pand wat we nu hebben oorspronkelijk uit twee panden bestond. Ik had eigenlijk gehoopt dat we door alle werkzaamheden tijdens de restauratie zouden ontdekken of het ook echt waar is wat deze reconstructie betreft. Maar goed, daar hebben we niet echt een bevestiging van gevonden, maar ook niet een ontkenning. Dus wat mij betreft blijft deze reconstructie eigenlijk gewoon geldig. Dan gaan we even naar de dame waar het om gaat. Dit is Paulina. Paulina Bisdom van Vliet. De naam Bisdom van Vliet geeft dus ook verwarring. Maar goed, Bisdom is een gewone familienaam. En een van haar voorouders heeft ooit de heerlijkheid Vliet gekocht bij Oudewater. En sinds die tijd heet de familie Bisdom van Vliet. En dit is een portret van haar uit, even kijken wanneer het gemaakt is. Hier is ze 46 jaar oud. En dit is in 1886. En dan hebben we nog een oude portretje. Dit is een hele mooie oude foto uit 1853 en hier is ze 13 jaar oud. Hier zit ze in het midden, onderaan. Haar ouders aan weerszijden en haar halfzusje staat achteraan. En we hebben nog een ouder portretje. Dit is Paulina toen ze 10 jaar oud was. Dus dan hebben we het over 1850. Dit is een heel klein medaillonportretje. Paulina heeft dus eigenlijk haar huis tot museum gemaakt. Ze is overleden in 1923 en bij het testament had zij bepaald dat ze graag wilde dat haar huis een museum zou worden. Haar hele huis is dus eigenlijk gewoon intact gebleven in de basis. Er zijn 14 grote kamers en die zijn eigenlijk allemaal in oorsprong nog hetzelfde.
Er is wel eens een keer een stoel verplaatst, maar eigenlijk zijn de kamers nog volledig herkenbaar zoals zij erin gewoond heeft. Maar we gaan eigenlijk niet langer bij Paulina stilstaan, want we gaan het hebben over Paulina's relatie met Schoonhoven. Oh, hier ziet u nog eventjes een indruk van een van de kamers in het museum. Dan heeft u een beetje een beeld van hoe het museum er van binnen uitziet. En hier hebben we dan de kwartierstaat van Paulina. U misschien wel bekend, hè? Kwartierstaat. Onderin hebben we Paulina met wat gegevens van haar, wat details over haar leven, wanneer ze geboren is, wanneer ze getrouwd is en wanneer ze is overleden. En dan zien we daarboven zien we dan het huwelijk van haar ouders. Links zien we Marcellus Bisdom van Vliet, rechts Maria Elisabeth Knoch. En die rij daarboven, dat zijn dan de grootouders. En dit is eigenlijk een plaatje van mijn website Oes Oldelu, dat staat daar linksboven. Dat is mijn website over genealogie. En daar staat mijn eigen stamboom op, maar ook die van Paulina. En dan zien we eigenlijk al meteen een hint naar Schoonhoven, want de grootmoeder via vaders kant, die is geboren in Schoonhoven. Dus daar hebben we al meteen een link. Dus dat is waar we eigenlijk even mee gaan beginnen, de familiebanden. Op wat voor manier is Paulina aan Schoonhoven verbonden via de familie? Nou, hier hebben we Paulina weer. Nou, ik heb het net al even aangestipt. Ze was via haar grootmoeder, dat is deze dame, was ze verbonden aan Schoonhoven. Dit is Paulina Maria Hondorf Blok. En Paulina Maria Hondorf Blok, die kent u misschien wel de naam via de loodwitfabriek, die heel lang in Schoonhoven heeft gestaan. Nou, ik hoor de naam al noemen. Hondorf Blok en Braat werd die fabriek genoemd. Het grappige is, die naam die is eigenlijk erg verbasterd. De fabriek begon eigenlijk in de 18e eeuw onder deze naam. Loodwitfabriek Otto Braat. En Otto Braat was een verre oud-oom van Paulina. Die beste man kwam te overlijden. In 1823 ongeveer. Hij was daarvoor al overleden, maar in 1823... kwam uiteindelijk die loodwitfabriek in de handen van die grootmoeder van Paulina, Paulina Maria Hondorf Blok. En die heeft toen de loodwitfabriek een nieuwe naam gegeven. En vanaf dat moment heet de fabriek dus Loodwitfabriek Hondorf Blok en Braat. En in 1825, toen werd Paulina Maria Hondorf Blok weduwe. Haar man kwam te overlijden en toen heeft ze de fabriek weer een nieuwe naam gegeven. Loodwitfabriek Weduwe Hondorf Blok en Braat. En zij, met Weduwe Hondorf Blok bedoelde zij zichzelf. En met Braat werd die oud-oom, of die oom van haar, die de fabriek aan haar overgemaakt had, die wilde ze daarmee eren. In 1840 verkocht zij die fabriek. Maar de naam bleef behouden. Dus tot in de 20e eeuw bleef de fabriek heten. Dan moet ik even deze weer weghalen. Loodwitfabriek, Weduwe, Hondorf, Blok en Braat. Zo bleef de fabriek gewoon heten. En in de loop van de 20e eeuw werd de naam steeds een beetje anders geschreven. Dan kwam er ineens een komma tussen. Dus werd het ineens Hondorf, komma, Blok en Braat, loodwitfabrikanten. Nou, ik leek het net alsof het om drie loodwitfabrikanten ging. Maar dat is echt onzin. En in de volksmond werd de firma ook wel gewoon firma Hondorf genoemd. En ik heb hier nog even een foto van de fabriek, misschien u wel allemaal wel bekend. Het leuke is, in de gevel zien we nog staan 1957, dat is dan wanneer dat ene gebouw gemaakt is. Daar zien we ook de initialen van HNB in, Hondorf Blok en Braat. En daaronder zien we nog een loodwitpot. En loodwit werd vroeger zo gemaakt, er werden gewoon potten, daar werd zuur in gedaan, azijn of iets dergelijks. Daar werden strippen lood ingehangen, of eigenlijk boven gehangen. En dan werd het afgesloten en dan werd met paardenmest werd het afgedekt, zodat daar warmte en broei vanaf kwam. En dus op die manier ging het lood ging oxideren en dan kreeg je loodwit. Dat is trouwens ook een heel giftig proces, dus dat wordt ook niet meer op die manier gemaakt. Maar goed, daarboven zien we dan staan inderdaad Hondorf. Nou ja, dat klopt niet, want de familie heet gewoon Hondorf Blok. Dus dit is eigenlijk een incorrecte samentrekking of een incorrecte afkorting eigenlijk. De fabriek is trouwens in de jaren 90 gesloopt en het is heel moeilijk terug te vinden waar het gestaan heeft.
Maar ik zal het even laten zien. Hier hebben we een kaartje van een deel van Schoonhoven. En als je daar dan de kadastrale kaart bij haalt van begin 20e eeuw is dit. Dan kun je het fabrieksterrein weer terugvinden. En als ik dan de kadastrale kaart weer weghaal, dan zie je waar de fabriek heeft gestaan. En de foto die we net zagen, die is gemaakt vanaf de Havenstraatse wal. Maar goed, dit is allemaal inmiddels gesloopt en er staan gewoon andere gebouwen inmiddels. Even kijken, de familie Hondorfblok. Dan gaan we even weer terug naar grootmoeder. De grootmoeder van Paulina. Hè? Paulina is ook vernoemd naar deze dame. Ze heette allebei Paulina Maria. En de familie Hondorfblok komt dus ook in het familiearchief wat wij hebben. En de familie Bisdom van Vliet heeft een heel groot familiearchief. En die hebben wij ook in het museum. En daar komt bijvoorbeeld ook de familie Hondorfblok veel in naar voren. En bijvoorbeeld ook een mooie wapentekening. Zoals linksonder zien we een mooie wapentekening. En die wapentekening in dit geval is gemaakt door de echtgenoot van Paulina. Dat was Johan Jacob Lefevre de Montilly. Nou, die naam zegt u misschien ook wel iets. Johan Jacob Lefevre de Montilly, dat is deze man. Die is getrouwd met Paulina. Is helaas vrij vroeg overleden. Hij is in 1869 met Paulina getrouwd. En in 1881 is hij al overleden. Toen was hij 41. Maar hij was heel erg geïnteresseerd in genealogie en in heraldiek. Dus hij heeft heel veel onderzoek gedaan aan juist Paulina's familie. Want hij vond het heel erg, eigenlijk dat merk je wel als je de documenten leest, dat hij heel trots was op dat hij zo'n voorname vrouw had getrouwd. En hij werd daardoor ook een beetje heer van Vliet. En ook dat vond hij zo interessant dat hij de hele familiegeschiedenis van Paulina is gaan uitzoeken. En onder andere ook wapentekeningen heeft gemaakt. Dan gaan we even naar de ouders van Paulina Maria Hondorfblok. Want we kijken, daar zien we boven nog meer Schoonhoven staan. Dit is de vader van Paulina Maria Hondorfblok. Dit is Fredericus Augustinus Hondorfblok. Hij heeft ook in Schoonhoven gewoond en hij was arts in Schoonhoven. En hij was ook raad in de vroedschap van Schoonhoven. En dit is zijn echtgenote, Cornelia Braat. Nou, daar komt weer Braat weer tegen. Zij was de zus van Otto Braat. En zij is ook geboren in Schoonhoven, dus een echte Schoonhovense. En in het museum hangen twee hele mooie portretten van hun, beide. Dit is dan weer Fredericus Augustinus en dit is dan Cornelia. Het zijn een beetje naïef geschilderde portretten, een beetje typisch 18e eeuw, niet voor de allerhoogste adel, want deze mensen zijn ook niet van adel, maar niet voor de allerrijkste mensen, maar toch wel portretten. En het zijn eigenlijk wel mijn favoriete twee portretten uit het museum, juist omdat ze zo naïef geschilderd zijn. En wat wel een leuk detail is, ik denk dat u het niet zo goed kan zien, maar hij heeft een boek op tafel staan. En op de omslag, op de band moet ik zeggen, staat op de zijkant geschreven Hippocrates. Nou ja, dat verwijst natuurlijk weer naar het feit dat hij arts was. En wat van Fredericus Augustinus ook wel leuk is, is dat hij zelf aantekeningen bijhield over zijn eigen familiegeschiedenis. En hier hebben we zo'n document ook weer uit het familiearchief. En dit is wat hij geschreven heeft. En dit is gewoon een aantekening uit zijn leven. En ik zal even voorlezen wat hier staat, want dit is natuurlijk een 18e eeuws handschrift. Anno 1781... Dinsdag 27 maart 1781 zijn wij, Fredericus Augustinus Hondorfblok en Cornelia Braat, de dominus Jacobus Chevalier, aan het huis van bruidsouders des avonds ten klokke 6 uren ondertrouwd. Maandag 16 april 1781 heeft voornoemde dominus Jacobus Chevalier ons, des morgen ten 8 uren, in der kerke consistorie in alle stilte getrouwd. Nou, dat is wel heel typisch dat ze om 8 uur 's ochtends al getrouwd zijn in de kerksconsistorie. En ook in alle stilte. En waarom dat in alle stilte moest, dat weet ik niet. Maar goed, het is wel zo gegaan. En dan vervolgt hij ook nog met donderdag 13 december 1781 is mijn geliefde huisvrouw des avonds ten 6 uren ontijdig en echter zeer voorspoedig van een dode zoon verlost. Dus ja, dat is natuurlijk heel droevig. Maar goed, dat werd dan ook gewoon opgeschreven als onderdeel van de familiegeschiedenis. En ja, voor ons als genealogen, onderzoekers, is het natuurlijk ontzettend interessant om al die documentatie gewoon uit de eerste hand te hebben.
Nou, dan zijn we weer terug bij die Frederikus Augustinus Hondorf Blok zelf. Nou, waar komt die naam nou vandaan? Want het is natuurlijk een beetje een typische naam, Hondorf Blok. En als we goed kijken naar zijn ouders, zien we dan een Jan Peter Hondorf en een Elisabeth Maria Blok. Dus hier zien we dat de naam ooit gesplitst is geweest. Dan ga ik eerst even naar zijn vader. Jan Peter Hondorf, en hij was luitenant in het Staatse leger. Hij was geboren in Zutphen. Zijn vader kwam uit Duitsland, uit Halle. Vandaar ook die dubbele F van Hondorf. Hij kwam uit Zutphen, hij was daar geboren en hij is in Schoonhoven terechtgekomen. En hij is waarschijnlijk in Schoonhoven terechtgekomen door zijn beroep. Hè? Hij was militair en Schoonhoven was natuurlijk een garnizoensstad. En ja, dat is natuurlijk de reden dat heel veel militairen van hot naar her gingen. Hij is ook een tijdje in, we zien ook zijn woonplaatsen, hè? Zutphen, Schoonhoven, Leiden, Den Bosch, Schoonhoven weer, Den Bosch en dan weer Schoonhoven. Dus hij werd natuurlijk als militair steeds overgeplaatst en op die manier kwam hij op veel plekken terecht. En zijn echtgenote was Elisabeth Maria Blok. En van haar is bekend dat zij dus gestorven is in het kraambed. Toen hun zoon werd geboren is zij eigenlijk meteen overleden. En dit is misschien ook wel de reden waarom de naam Blok aan Hondorf gekoppeld is. Omdat moeder op zo'n manier nog een beetje verbonden bleef met haar zoon. Dus dat zou een verklaring kunnen zijn waarom uiteindelijk de naam Hondorf Blok is geworden. Wat ook een reden zou kunnen zijn, dan gaan we even naar haar vader, is dat de naam Blok in Schoonhoven al een hele bekende naam was. Johannes Blok hebben we hier. En Johannes Blok was onder andere raad in de vroedschap. Hij was schepen en hij was burgemeester in Schoonhoven. Dus dat was al een voorname naam, dat is al een bekende naam. Dus als zo'n Frederikus Augustinus Hondorf daar terechtkomt in Schoonhoven, dan is het logisch dat hij misschien dan die naam Blok daaraan toe wil voegen, om op die manier toch ook weer een boel aanzien kan krijgen. Johannes Blok was getrouwd met Swanida Anna Wijkerheld. En dat is eigenlijk ook alweer een hele voorname familie uit Schoonhoven. Dus dit zijn eigenlijk allemaal voorouders van Paulina. Hè? Paulina heet natuurlijk Bisdom van Vliet, maar ze heeft natuurlijk veel meer voorouders dan alleen maar de mannelijke lijn. Dus dit zijn allemaal rechtstreeks voorouders van Paulina. Dus zij heeft op die manier toch een hele grote voorgeschiedenis in Schoonhoven. Dan gaan we trouwens nog even terug naar Cornelia Braat. Want we zijn nog niet helemaal klaar met de Schoonhovense connectie. Haar vader was Jan Braat. En Jan Braat, die zien we hier, was ook een hele belangrijke politieke figuur in Schoonhoven. Hij kwam uit Vlaardingen oorspronkelijk, daar was hij geboren. Maar goed, hij was baljuw van Schoonhoven, Haastrecht en het land van Blois. Hij was raad in de vroedschap, hij was schepen, hij was gecommitteerde bij de admiraliteit. Dus hij was echt een politiek dier, zeg maar. Hij had heel veel politieke baantjes. En dit is ook de man die waarschijnlijk de loodwitfabriek is gestart. Want we zagen op de foto dat het stichtingsjaar was 1778. Nou, de enige Braat die dan in aanmerking komt om die fabriek te hebben gestart, dat is dan deze Jan Braat. Hij woonde trouwens in de Koestraat. En hoe weten we dat? Tegenwoordig zijn er natuurlijk heel veel kranten online te vinden via Delver of via het streekarchief. En hier hebben we dan een stukje krant. Ik zal even voorlezen wat hier staat. Het is trouwens de Rotterdamse Courant van 4 december 1802. De executeur in de boedel van Wijlen den heer Jan Braat, in leven vrijheer van Zevender en Cabau, zullen publiek in de Sint-Joris-doelen te Schoonhoven op woensdag den 12 januari 1803, des voormiddags ten 11 uren, veilen en finaal verkopen een kapitale dubbele huizingen voorzien van diverse royale boven- en benedenvertrekken. Beneden alle behangen. Voorts keuken, kelder, regenbak, pomp en verdere commoditeiten, met een extra grote en fraaie tuin daarachter, beplant met diverse exquise, piramide, lei en andere vruchtbomen, met schaders een kapitale stallingen en koetshuis, alles bij den anderen, staande en gelegen binnen de stad Schoonhoven in de Koestraat, en bij welgemelde heer Jan Braat zelf bewoond en gebruikt geweest. Nadere informatie en te bevragen bij meester Otto Braat, wonende te Schoonhoven. Dus hier zien we aan dat hij de beste man in de Koestraat woonde. En wat ook wel opvalt,
Aan het begin van dit citaat werd hij vrijheer van Zevender en Cabau genoemd. Dus hij was ook nog eens vrijheer van Zevender en Cabau. Dus van de heerlijkheden Zevender en de heerlijkheid Zevender en de heerlijkheid Cabau. Hoe kwam hij daar nou aan? Hoe was hij vrijheer geworden? Nou, dat begon eigenlijk bij zijn vader. Hier hebben we Jan Braat nog een keertje. En zijn vader was Jacobus Braat. Jacobus Braat was notaris en bestuurder in Vlaardingen. En hij was ook koopman in Brielen. Dus eigenlijk een hele andere hoek van Nederland eigenlijk. En hij investeerde zijn geld in 1740 in een suikerplantage in Suriname. De plantage Poelwijk. En hij was daardoor ook slavenhouder. En hij investeerde zijn geld ook in een titel. Dat was een echte mode in de 18e eeuw. Als je niet van adel was, dan wilde je toch graag die naam hebben dat je een soort heer was van iets. Dus dan kocht je een heerlijkheid, want de adel verarmde in die tijd. Dus een heleboel adellijke heren en dames die wilden wel graag een stukje verkopen. En hij kocht dus de heerlijkheid Zevender in 1740. En later is ook de heerlijkheid Cabau daarbij gekomen. Dan is de grote vraag, waarom kocht hij, helemaal vanuit Brielen, Vlaardingen, waarom kocht hij de heerlijkheid Zevender? Nou, daar ben ik niet achter gekomen. Het zou heel goed kunnen dat dat de enige heerlijkheid was die op dat moment nog te koop was. Dat zou best kunnen. Even terug naar Jan Braat. Zijn echtgenote was Paulina Maria Scheltes. Nou, dan komen we weer Paulina Maria tegen. Paulina Maria Hondorf-Blok is naar deze dame vernoemd en daar is Paulina dan weer naar vernoemd. Onze Paulina. Haar vader was Otto Scheltes en ook dat is weer een typische Schoonhovense regent. Deze man die had ook weer heel veel functies. Hij was raad in de vroedschap, hij was schepen, hij was gecommitteerde, dijkgraaf, burgemeester en ook baljuw. Hij was trouwens dijkgraaf van Sieraardsberg. Dus allemaal weer hier in de regio. Ja, nu hebben we denk ik wel genoeg Schoonhovense voorouders gezien, dus de connectie is op die manier wel bevestigd. Maar er zijn ook andere banden die Paulina met Schoonhoven had. We hebben het ook over territoriale uitbreiding. Dus de familie van Paulina, die wilde eigenlijk wel heel graag deze kant op uitbreiden, wat betreft bezit en invloed. Hier heb ik even een kaartje van hoe het zat met de familie Bisdom van Vliet. In het groen zien we hier Haastrecht. Dat was de gemeente Haastrecht. Nou, de familie Bisdom van Vliet had daar invloed. Niet alleen omdat ze daar veel land hadden en huizen, maar ook omdat ze daar burgemeester waren. Hè. Dus Paulines vader was daar burgemeester. Haar grootvader, Bisdom van Vliet, was daar ook burgemeester. We zien dat lichtgroene, dat is de polder Roosendaal. Daar had de familie uiteindelijk de tienden van gekocht. Hè. Dat is ook het recht om daar belasting te heffen. Die hadden ze daar gekocht. En in het roze-rood, daar zien we de heerlijkheid Vliet. Nou, ik vertelde al, de familie en voorouder van Paulina heeft uiteindelijk de heerlijkheid Vliet gekocht in 1755. En vanaf dat moment heet de familie Bisdom van Vliet. En daar was men ook, los van het feit dat men dan de heer of vrouw van was, men had daar ook, was er dan ook vaak dan burgemeester van die gemeente. Dus dat was echt de politieke invloed van de familie Bisdom van Vliet. Maar we zien dus ook rechts van Schoonhoven, en dat ligt natuurlijk in Utrecht, dat is de heerlijkheid Willige Langerak. En daar heeft de familie geprobeerd ook de invloed uit te breiden. Dus men heeft ook geprobeerd om die heerlijkheid ook te kopen. En hoe zit dat nou precies? Kijk, hier hebben we dan weer Paulina, onze Paulina, Paulina Bisdom van Vliet. Haar vader was Marcellus Bisdom van Vliet. En hij was burgemeester in Haastrecht. En hij was naast dat hij burgemeester van Haastrecht was, was hij ook burgemeester van Vliet, zoals ik al vertelde. Maar ook van Vlist en Bonrepas. Hij was dijkgraaf van de Krimpende Waard, dus daarmee had hij ook al invloed. En hij was dus vrijheer van Vliet. Vliet was een hoge heerlijkheid. Dat betekende dat je daar als heer recht mocht spreken over halsmisdaden. Dus als iemand een moord had begaan in Vliet, dan mocht jij als heer recht spreken over de dader. Trouwens, Vliet, daar woonden op dat moment maar 8 mensen, dus heel veel kans dat daar een moord werd gepleegd was niet heel groot. Maar formeel had hij dat recht. Willige Langerak was trouwens een ambachtsheerlijkheid, dus een lagere heerlijkheid. En daar mocht je als heer dus niet recht spreken over halsmisdrijven.
Nou goed, Marcellus Bisdom van Vliet die had natuurlijk een voorname naam. Hij had een voorname voorgeschiedenis. En hij wilde graag ook wel zijn invloed nog een beetje verder uitbreiden. Dus hij wilde misschien nog wel nog een heerlijkheid erbij hebben. En zijn oog was gevallen op Willige Langerak. En waarom? Dat zien we hier. Dit is een affiche uit 1848. En ik heb, toen ik het familiearchief heb omgepakt, want een paar jaar geleden ben ik bezig geweest om het hele familiearchief door te kijken en beter te beschrijven en opnieuw te verpakken. Toen kwam ik dit affiche tegen en toen heb ik gepoogd te fotograferen, maar het is een vrij moeilijk te fotograferen, want het is 40 centimeter breed en 1,60 meter lang. Dus dit is een affiche wat ergens op een blinde muur gehangen moet hebben. Het is wel heel grappig dat de familie dit affiche bewaard heeft. En op dat affiche, daar worden enkele ambachtsheerlijkheden te koop aangeboden. Ik zal even inzoomen. Hier staat anno 1848, openbare verkoping van de, dan moet ik even goed kijken, de gemelde ambachtsheerlijkheden van Willige Langerak, Zevender en Cabauw. Dus dat zijn drie heerlijkheden. In de provincie Utrecht, met daaraan verbonden, alle voordelen die eraan verbonden zijn, alle rechten, waaronder ook als laatste jacht en visserij. En, mitschaders, een huis, schuur, tuin, erven, bomengaard en bouwland, genaamd het jachthuis. En dat kent u misschien ook wel. Staande en gelegen onder de gemeente Willige Langerak. En dan benevens nog allerlei andere rechten op het recht tot visserij. En dat onderaan staat ook de grote middelwaard, genaamd de Slaapwerf, gelegen in de rivier de Lek, onder de gemeente Willige Langerak voornoemd. En dan wordt daarna nog eventjes heel juridisch nog even alles opgesomd wat er te koop is. Nou, de ambachtsheerlijkheden, Willige Langerak. En daarbij op nummer 2 staat ook een dubbele bank of gestoelte in de hervormde kerk. Een begraafplaats, de grove, smalle, krijtende en vroege tienden. Hè, dat zijn de rechten om belastingen te heffen op allerlei zaken. Erfpachten en grondrechten, een huis. Dus daar wordt weer het jachthuis genoemd. De ambachtsheerlijkheid Zevender, de ambachtsheerlijkheid Cabauw. En dan tenslotte de zalm- en flauwvisserij in de rivier de Lek. En ook nog weer de middelwaard, ofwel de slaapwerf. Nou, en dan wordt genoemd wanneer die verkoping is. Het is dus echt een veiling. En men plakte dus die affiches gewoon aan en dan hoopte men dat er flink veel belangstelling was. En dan staat er ook nog onderaan, zegt het voort. Hè? Dus het affiche was niet eens genoeg. Leek Marcellus wel wat, dus hij heeft hierop geboden. En hier zien we even een kaartje van waar we het nou over hebben. Links zien we dan Schoonhoven in de oude vorm natuurlijk nog binnen de vestingwerken. Dan hebben we hier Willige Langerak. En Willige Langerak begon eigenlijk direct ten oosten van de vestingwerken. Daar begon Willige Langerak en daar begon ook Utrecht. Er zijn eigenlijk twee doorlopende wegen eigenlijk. De kerk is aangegeven. En dan ziet u helemaal rechts de slaapwerf of bol. Wat dan eigenlijk in de Lek ligt. Wat dan niet meer is dan een land waar je riet kan afhalen en dergelijke. Riet kan oogsten. Dus dit is Willige Langerak. Het staat er trouwens twee keer. Maar Willige Langerak, cursief, dat betekent dat het de polder is. Daarboven staat dan dat Willige Langerak ook een bestuurlijke eenheid is. Hè. Het is niet alleen een polder, maar ook een heerlijkheid. Marcellus bood erop. Hij heeft dus wel Willige Langerak gekocht en alles wat erbij hoorde, maar niet Zevender en Cabauw. En dat vond ik persoonlijk heel gek, want dat is in andere handen gekomen. Dat is bij een andere familie terechtgekomen. Want juist, wat we hebben gezien, dat Zevender en Cabauw juist een link hadden met de familie. Hè, via de familie Braat. Dus het is een beetje vreemd dat hij dat niet gekocht heeft. Het zou best kunnen dat hij gewoon ernaast gegrepen heeft. En dat iemand anders hem voor is geweest en een betere prijs heeft neergelegd. Dus wat de reden daarvan is, weet ik niet. Maar goed, hij heeft wel Willige Langerak gekocht. En daarmee heeft hij ook het heerlijkheidsarchief in huis gekregen. En het leuke is dat hele heerlijkheidsarchief van Willige Langerak, wat echt teruggaat tot ver in de middeleeuwen, dat is dus onderdeel geworden van het familiearchief van Bisdom van Vliet. En daar kunnen we een beetje een indruk van krijgen wat daar dan in zit. Nou, hier heb ik 8 voorbeelden.
Daar zitten allerlei akten in, allerlei overdrachtsakten. Helemaal rechtsonder ziet u ook het leenregister van Willige Langrak. Dus heel interessant. Op die manier krijg je dus echt een indruk van de geschiedenis van zo'n heerlijkheid. En kun je ook een hele mooie reconstructie maken. Toen ik het familiearchief heb beschreven in een nieuwe complete beschrijving, heb ik ook een onderdeel daarin opgenomen, namelijk de geschiedenis van de heren van, en vrouwen van Willige Langrak. Nou, het is niet te lezen voor u op dit moment, maar goed, u kunt ervan uitgaan dat vanaf boven beginnen we bij een van de heren van Langrak. En dan ziet u met een pijltje steeds hoe het van de een op de ander overgaat. En waar begint dit? Bovenaan? Nee. Oh. Welk jaar bedoelt u? Ja. Even kijken hoor. Dit begint in 15... ik kan het zelf ook niet lezen. 1514 begint het. Wil niet zeggen dat daarvoor niet ook geschiedenis zit hoor. Maar dit overzicht begint toevallig gewoon op 1514. Nou, het gaat eerst over op een zoon. Of nee, eerst op een dochter. Dus u ziet altijd rechts de dochter staan en dan ziet u ook altijd links daarvan een man staan. Want dat was in die tijd natuurlijk zo, de dochter kon dan wel vrouwen van Willige Langrak worden, maar haar man was dan altijd voogd over haar. Dus dan nam hij ook die titel over en dan was hij ineens heer van Willige Langrak, alleen maar als voogd. Maar goed, daarna ging dan wel de erfopvolging weer over op een zoon of dochter. En het is ook meerdere keren verkocht, dus dan zit er gewoon een stukje verkoop in. Dan wordt het gewoon verkocht aan een willekeurig ander persoon en dan gaat het weer verder via erfopvolging. Dus dat zijn meerdere wisselingen geweest in de loop der eeuwen. En dan gaan we even naar een volgend stukje. Dit kunt u waarschijnlijk wel lezen, ja. Want het voorgaande stukje ging tot 1798. En dit gaat weer verder vanaf 1814. En waarom? In 1798 werden de heerlijke rechten werden opgeschort. Hè? De Franse tijd. De Bataafse omwenteling, de heerlijkheden werden allemaal afgeschaft. Dus op dat moment zijn er gewoon geen heerlijkheden meer. En in 1814 zijn natuurlijk de Fransen verslagen, dan komen de heerlijke rechten weer terug. En dan gaat het weer verder. En de mensen die dan een heerlijkheid gehad hebben, die kunnen dan een brief schrijven en dan kunnen ze hun heerlijkheid weer opeisen. Het enige verschil was dat in 1814 was de rechtspraak niet meer onderdeel van de heerlijke rechten. Dus wat ik net vertelde over die halsmisdrijven en dat je dan recht mocht spreken als heer, dat was in 1814 wel afgeschaft. Maar het recht om belasting te heffen en het recht op de visserij en allerlei dat soort zaken, die werden weer in ere hersteld. En dan zien we hier Karel Frederik Brandt. Die is dan voogd van zijn echtgenote. Dus Bartholomea Hermanna Braat. Hé, hey, daar hebben we die naam weer. Was daadwerkelijk vrouwen van Willige Langrak vanaf 1814 tot 1830. In 1830 kwam zij te overlijden en toen werd haar man, als erfopvolger van zijn echtgenote, werd toen zelf echt heer van Willige Langrak. Tot aan 1834. En dan gaat het over op hun zoon, Jean Brandt. Die wordt dan heer van Willige Langrak tot 1847. En dan komt hij te overlijden. Dan gaat het over naar zijn dochter, Bartholomee Hermine Brandt. Zij is dan vrouw van Willige Langrak. En François Gijsbert van Brakel, die voert dat dus in de praktijk uit. En dat is de man die dus de administratie gaat doen en brieven gaat schrijven namens zijn vrouw. Dus weliswaar is zij de vrouw van Willige Langrak, maar hij doet alles, alle administratieve zaken en alle bestuurlijke zaken, dat doet hij. Maar goed, zij komt op een gegeven moment te overlijden in 18... Nee, ze komt niet te overlijden, maar ze verkoopt het in 1848. En dat is het moment dat dus Marcellus Bisdom van Vliet, hè, heet hij dan onofficieel, die wordt dan heer van Willige Langrak. En daar staat dan achter tussen 1848 en 1848. En dat is eigenlijk een heel sneu verhaal, want hij heeft in 1848 de heerlijke rechten van Willige Langrak gekocht. Hij is dus heer van Willige Langrak geworden. En in datzelfde jaar wordt de heerlijke rechten volledig afgeschaft. He, dus de bekende grondwetswijziging van 1848, dat had ook hiermee te maken. De heerlijkheden werden helemaal afgeschaft. Het enige wat nog bleef bestaan waren de vis- en jachtrechten. En in dit geval hebben we dus eigenlijk voornamelijk over de visrechten. Dus hij had echt een kat in de zak gekocht eigenlijk. Hij bleef wel in naam, bleef hij heer van Willige Langrak. Hè? Dus de dorpsbewoners en de mensen hier lokaal, die bleven hem heer van Willige Langrak noemen, maar hij was het eigenlijk niet meer.
Dus op een gegeven moment komt hij te overlijden in 1877. Nou, dan wordt zijn dochter Paulina wordt vrouwe van Willige Langerak. Maar alleen nog maar in naam. Ze had eigenlijk helemaal geen bestuurlijke, juridische zeggenschap meer over Willige Langerak. En Johan Jacob Leverve de Montilly, die was ook weer voogd van zijn echtgenote. Hoe zelfstandig Paulina ook was, haar man was haar voogd. Die voerde dus dat uit. En dat is ook de reden waarom Johan Jacob Leverve de Montilly zo geïnteresseerd was in genealogie. En die families van Schoonhoven ging uitzoeken en alle voorouders van Paulina. Omdat hij voelde zich heer van Willige Langerak, ook al was hij dat eigenlijk niet echt. Nou, dan hebben we dit. Toen Paulina stierf, vervielen toen ook die visrechten en dat ze er toen gewoon afgelopen uit. Daar kom ik zo even op. Okay. Dat zit nog in het verhaal. Daar kom ik nu op. Want eigenlijk, Paulina stond in deze streek vooral bekend als mevrouw de Montilly. In Haastrecht ook eigenlijk wel. Zij heette natuurlijk Paulina Bisdom van Vliet, maar dat was eigenlijk haar meisjesnaam. Hè? Dus ze trouwde met Johan Jacob Leverve de Montilly. Nou, dat was natuurlijk een ingewikkelde Franse naam. Dus dat werd door de bevolking afgekort tot de Montilly. En u kunt misschien, doet dit wel een belletje rinkelen. Want als we hier de kaart van Schoonhoven er weer bij pakken, dan zien we hier de Montilly-laan. Je ziet daarboven ook de vestingwerken nog een stukje. Dus waar die vinger nu wijst, dat was in vroeger tijd, in Paulina's tijd, was dit nog Willige Langerak. Inmiddels is het allemaal Schoonhoven geworden. Dus de grens van Utrecht en ook de grens van Schoonhoven is helemaal naar rechts opgeschoven. En dan die Montilly-laan, die loopt tot daaraan toe. En als we dan even inzoomen, dan zien we hier een huis op nummer 28 aan de Montilly-laan. En dat is het jachthuis. We zagen op het affiche al dat het jachthuis werd verkocht. Samen met de heerlijkheid. Dit jachthuis heette het jachthuis. Het was dus niet per se een jachthuis, maar het heette het jachthuis. Het was wel verbonden aan de heerlijkheid in de zin dat hier altijd de administrateurs, dus de mensen die de daadwerkelijke administratie deden, woonden. Dus niet per se de heer, maar een ambtenaar, zeg maar. Ja, het staat, sterker nog, ik kan hem even laten zien. Dit is het jachthuis en het zal ongetwijfeld regelmatig gerestaureerd zijn en gemoderniseerd. Maar het is eigenlijk in de basis nog steeds het jachthuis zoals Paulina het gekend heeft. We hebben ook wel rekeningen van dat er in het jachthuis vertering plaatsvond. Dat betekende dat degene die daar woonde moest zorgen voor hapjes en drankjes. Als de heer of de vrouw van de Willige Langerak langskwam, dan kon hij daar eventjes zich even verpozen en dan even wat nuttigen. En op die manier werkte dat. En ook op de gevel zelf staat nog een bordje de Montilly-laan. En even verderop, op de foto, ziet u aan het eind van de straat, ziet u ook nog de kerk van Willige Langerak. En dat zagen we ook op het affiche. Als je dus die heerlijkheid kocht, dan kreeg je er ook een herenbank bij in de kerk. Dat is natuurlijk best middeleeuws eigenlijk, zo'n idee dat je dan ook een bank in de kerk aanschafte. Nou, dat is ook gebeurd. Marcellus heeft dus deze herenbank gekocht. Is natuurlijk door Paulina geërfd toen haar vader overleed. En waarschijnlijk samen met Johan, toen hij nog leefde, ze hebben toen ook hun wapen hierop laten aanbrengen. Dus bovenaan de herenbank ziet u nog steeds het alliantiewapen van Leverve de Montilly en Bisdom van Vliet. En dan ziet u links dat meer vierkante wapen. U ziet allemaal mooie krullen en dan zo'n middeleeuws helmpje. En linksonder ziet u dan een beetje vierkant wapen. Dat is het wapen van Leverve de Montilly. En dat ronde wapen, daar rechts daarvan, dat is het wapen van Bisdom van Vliet. Dus dat kunt u nog steeds bekijken op deze herenbank. En dat is ook de reden waarom dit de Montilly-bank genoemd wordt. Omdat het ook het vernoemd is eigenlijk naar Paulina. Nou, Paulina was dus eigenlijk feitelijk geen vrouwe van Willige Langerak meer. Maar goed, ze werd wel zo genoemd en in de volksmond.
En ook komen we ook heel veel krantenberichten steeds weer tegen dat landbouwers uit de polder Willige Langerak, moet ik dan eigenlijk zeggen, haar proberen te eren om bij haar in het gevlei te komen door haar iets aan te bieden. Nou, hier zien we bijvoorbeeld ook gemengde berichten, nieuwe aardappelen. En dit is een bericht trouwens uit 1914, dus dan is Paulina al flink op leeftijd. En het is ook al flink in de moderne tijd, denk ik dan. De landbouwer Johannes de Grij te Willige Langerak heeft de eerste nieuwe aardappelen van den koude grond aangeboden aan mevrouw Lefevre de Montier, bisdom van Vliet te Haastrecht. Ambachtsvrouwen van Willige Langerak. Nou ja, dat is natuurlijk best wel een beetje anachronisme eigenlijk. En nou ja, dan de vraag van Peter, wat is er gebeurd met die visrechten die Paulina natuurlijk nog had? En dat zien we hier uit een krantenbericht uit de Schoonhovense Courant van 18 juni 1887. Willige Langerak, 17 juni 1887 dus. Met dankbaarheid maken wij melding van een weldaad van onze hooggeachte ambachtsvrouwen, mevrouw de weduwe J.J. Lefevre de Montilly, geboren bisdom van Vliet. Tot haar edeles heerlijkheidsrechten behoorde ook het visrecht. Dit recht is met de daaraan verbonden voordelen door haar edele ten geschenke aangeboden aan de diaconie der hervormde gemeente alhier. Diakenen hebben dit geschenk met blijdschap aanvaard en besloten het recht te verpachten en de opbrengst te besteden tot het houden van een extra uitdeling op den verjaardag van haar edeles vader, wijlen den weledelgeboren heer M. bisdom van Vliet. Dus ze schenkt die visrechten weg aan de diaconie van Willige Langerak, van de kerk van Willige Langerak. En die, om haar te eren en ook haar vader nog eens een keer, gaan ze dus die visrechten gebruiken om die opbrengst daarvan weer te gebruiken voor een uitdeling aan de armen van Willige Langerak. Dus hier zien we toch ook wel weer hoe mooi Paulina dat oploste. Ze heeft het weggegeven eigenlijk. En gaat dat nog door? Ja, uitdeling. Dat zou maar zo kunnen, ik weet niet. Dat heb ik helaas niet uitgezocht, maar dat is misschien interessant om nog eens te onderzoeken. Nou, dan komen we even weer terug bij de Montilly-laan. Vast verbonden tussen een verwijzing naar Paulina. En hier hebben we haar nog een keertje. Ik denk dat ze met trots naar zou kijken dat ze nog geëerd wordt. Het is wel grappig dat het dus echt, verbastering is een incorrecte afkorting van haar volledige naam. Zij werd natuurlijk mevrouw de Montilly genoemd, maar hier hebben we haar volledige naam. Paulina Maria Lefevre de Montilly, bisdom van Vliet. Nou, dat zou eigenlijk zo zou die laan moeten heten, maar de Paulina Maria Lefevre de Montilly, bisdom van Vliet laan, ja, dat past helaas denk ik niet op het bordje, dus het is ook wel heel veel praktischer zo. Nou, u heeft verschillende voorbeelden gezien van die kwartierstaten. Die komen dus van wat ik al vertelde van mijn website. Die website heet oesoldelu.nl. Daar kunt u kijken en dan kunt u nog veel meer voorouders van Paulina bekijken en ook alle details over die mensen. Dat kunt u dan bekijken als u rechtstreeks gaat naar oesoldelu/bisdom van Vliet. Dan ziet u echt de stamboom van Paulina. En wilt u nou meer weten over allerlei onderzoekjes die ik gedaan heb over Paulina, over wat ze allemaal beleefd heeft in haar leven en hoe het allemaal gegaan is in haar leven, dan kunt u gaan naar oezeldelu.nl onderzoek. En wilt u meer weten over het museum? Nou, daar heb ik echt expres heel weinig over verteld, want ik denk dat u vooral even moet komen kijken. De openingstijden en dergelijke kunt u allemaal vinden op bisdomvanvliet.nl. Dat was mijn lezing. Dank u wel voor uw aandacht. Zijn er nog vragen? Ja. U hebt het beheer over de nalatenschap van Paulina? Nou, dat mag ik niet zeggen. Ik ben beheerder van het museum. Ja. En Paulina heeft in haar testament geregeld dat er een stichting moest komen die haar hele vermogen heeft geërfd. En op die stichting zit een voltallig bestuur van drie mensen, waar ook een penningmeester bij zit. En die beheren het vermogen. Dus ik mag alleen het museum zelf beheren. Een redelijk vermogen? Waarschijnlijk wel, want we hebben een hele dure restauratie daarvan kunnen bekostigen. En er is dus gelukkig nog steeds geld over om het museum open te houden. Dus daar ben ik ook erg blij mee. Ja. Is de renovatie van de tuin aan de overkant van de weg daar ook uit te kosten? Ja, eigenlijk wel. Het is wel een beetje een ingewikkeld verhaal, want de tuin is heel lang van de gemeente Haastrecht, of de gemeente Krimpenerwaard moet ik zeggen, geweest. In de jaren 50 heeft de stichting het verkocht, om wat voor reden dan ook. En 2 of 3 jaar geleden heeft de Stichting Bisdom van Vliet weer de tuin weer teruggekocht voor een symbolisch bedrag.
Dus de tuin, de overtuin heb ik het over. Die is weer van in één hand samen met het museum. En inderdaad, alle renovaties die worden nu inderdaad bekostigd uit het vermogen weer van Paulina in feite. Ja. Dat zijn ze ook begraven in de... Ja, Paulina is begraven in de overtuin inderdaad. Daar ligt ze samen met haar man en ook een van haar honden ligt daar ook begraven. Meneer, u had nog een vraag. Ik had een vraag, want er zat een koetshuis ernaast. Er zat het gereedschap museum van Gerard Verborg. Ja, klopt. Ja. Dat is niet meer, maar wat is er nou met het koetshuis? Nou, het koetshuis was ooit van Paulina. Hè. Het was eigenlijk een vrij groot complex van een huis met een dienstwoning ernaast en ook nog een koetshuis ernaast. Dat koetshuis is ook ooit verkocht. Hè. Ooit was men erg aan het verkopen. Toen is dat ooit ambachtsmuseum Verborg geworden, inderdaad. Daarna is het nog van Jaap Verhagen geweest. Die heeft daar een soort kunstexpositiecentrum van gemaakt. Drie jaar geleden ongeveer heeft de stichting ook dat weer teruggekocht. Dus we zijn eigenlijk weer bezig om alles weer terug te nemen wat ooit van Paulina geweest is. Tenminste, rondom het museum. En dat wordt nu gebruikt als ontvangstruimte. Dus vroeger werden de mensen ontvangen in het museum. En werden daarna kaartjes verkocht en de garderobe enzovoort. En dat doen we nu in het koetshuis. En we gaan dat ook gebruiken als ruimte om wisselende tentoonstellingen te organiseren. Dus bijvoorbeeld over de restauratie. Over allerlei thema's waar we in het museum niet aan toe komen. En ja, dat wordt eigenlijk een soort bufferruimte en ontvangstruimte. Ja. En volgend jaar hebben jullie een speciaal jaar. Ja, dat is ook wel bekend van Paulina. Hè? Ze heeft ook nog een pakket achtergelaten. Volgend jaar is dat? Ja, volgend jaar is zij 100 jaar, is het 100 jaar na haar sterfdag. En dan mag een pakket wat ze heeft achtergelaten, mag geopend worden, want daar staat op. Het is een verzegeld pakket. Het is dichtgemaakt met touwtjes en met zegellak. En daar staat op, niet te openen voordat er 100 jaar na mijn sterfdag zijn verlopen. Wat erin zit, weet niemand. Het kan van alles zijn. Volgend jaar 1 juni, na 1 juni mag het geopend worden. En we zijn allemaal erg nieuwsgierig wat het is. Het kan ook heel erg tegenvallen, maar het kan ook een hele leuke verrassing zijn. Dus niemand die het weet eigenlijk. Ja, dank u wel. Nog meer vragen? Ja, ik heb al gehoord dat Paulina die was hervormd. Dat is wilde het uitzicht op de Rooms-Katholieke Kerk van Haast niet zien, dus dan is dat een wapper potje ervoor. Maar dat klopt of is het dan een fabel? Het is deels een fabel en het is deels waar. Dat is echt waar. Ja, het verhaal gaat ook dat ze de Concordia voor de Rooms-Katholieke Kerk gezet heeft. Het is zeker waar dat zij niet zoveel op had met katholieken. Maar goed, in haar tijd was dat vrij normaal. Hè? Een sterk verzuilde samenleving had je toen. En het verhaal gaat dat ze dan Concordia's precies tussen haar huis en de katholieke kerk gezet zou hebben, zodat ze van haar huis niet meer naar de katholieke kerk hoefde te kijken. Nou, dat is niet waar, want als je gewoon vanuit het huis kijkt, zie je gewoon de kerk, niks aan de hand. Maar het is natuurlijk wel waar dat ze Concordia tegenover, aan de andere kant van de weg, van de katholieke kerk gezet heeft. Dus het zou best kunnen dat ze een soort tegenwicht wilde bieden. Dat zou best kunnen, maar het gezicht wordt er niet op geblokkeerd. Dat is niet waar. Het was oorspronkelijk een verenigingsgebouw. Paulina heeft dat gebouw geschonken aan de gemeenschap van Haastrecht om daar de muziekvereniging onderdak te bieden en de toneelvereniging, de gymnastiekvereniging, alle lokale verenigingen hadden daar onderdak en dat was geheel door Paulina aangeboden. Ja, inmiddels is het een theater en sporthal, dus het is wel een beetje veranderd. Maar een heel mooi gebouw hoor. Ik hoop dat ook dat zij wilde wel een graaf aan moeten worden. Dat vraag ik hem. Is dat ook wel geworden? Nee, dat. Nee. Dus ze heeft zichzelf gewenst om in haar eigen tuin begraven te worden. Ja. Kijk nog even rond. Nu is de kans. Er waren verder geen erfgenamen, nakomelingen. Nee, Paulina had geen kinderen. We weten ook niet of ze misschien geen kinderen kon krijgen of hoe dan ook. Haar man was natuurlijk redelijk vrij vroeg overleden en ze is ook niet meer hertrouwd. Had ze wel kinderen gehad, dan was ook haar erfenis, haar vermogen en haar inboedel was verdeeld geraakt waarschijnlijk. Ze had een halfzus, maar goed, die deelde niet op die manier in de erfenis. En ze heeft gewoon geregeld dat alles bij de stichting werd ondergebracht. Dus dat is voor ons eigenlijk heel fijn, want nu hebben we in ieder geval nog... het museum om op terug te kijken. En er wordt ook elke dag nog haar naam genoemd. Hè? Want elke dag praten we met bezoekers over haar leven. En op die manier wordt ze eigenlijk in leven gehouden. En ik denk stiekem wel dat ook wel een beetje haar wens was eigenlijk. Ja. Dat is heel mooi. Maar die naam, Bisdom nog niet, is dus ook gewoon niet meer...
Nee, zij was de laatste met die naam. Dus er zijn wel mensen die Bisdom heten. Die komen we ook nog wel eens in het museum tegen. Maar de naam Bisdom van Vliet is echt uitgestorven. Ja. Ja. Zij was al heel erg gek op een meisje, een dochter van personeel. Ja, ze had een huismeester, een rentmeester eigenlijk. En die heette Albert Muurling. Daar heeft ze ook speciaal nog een huis voor laten bouwen naast haar eigen huis. Het huis staat er nog. En daar mocht hij met zijn gezin wonen. En hij had weer een dochtertje. En dat was Zwaantje Muurling. En Pauline had een grote belangstelling voor dat meisje. En ze trok ze heel veel mee op. Ze had heel veel foto's van Pauline met Zwaantje. Dus dat is ook wel een bekend verhaal inderdaad. Dat zien we in de kastboeken ook bijvoorbeeld. Dat ze de opleiding van Zwaantje heeft betaald. Ze heeft ook muziekles voor Zwaantje betaald. Ze heeft zelfs een piano laten huren om haar piano te laten spelen, allemaal dat soort dingen. Dus dat was echt haar oogappeltje inderdaad. Ja. En waarschijnlijk ook wel, omdat ze zelf geen kinderen had, dan wordt zo'n meisje natuurlijk ook al gauw een beetje vertroeteld. Zwaantje is getrouwd met een ambtenaar en is ergens in IJmuiden gaan wonen. Heeft nog een zoon gekregen, weten we. Die man is helaas wel ook weer vroeg overleden met een ongeluk. En wat grappige is, Pauline heeft natuurlijk ook voor Zwaantje gezorgd. Ze heeft in haar testament niet alleen haar personeel, Heeft ze goed achtergelaten. Hè? Dus heel veel personeelsleden kregen een jaarbedrag, of ze kregen een bedrag ineens, of ze mochten vrij wonen. En Zwaantje kreeg ook een jaarlijks bedrag. Had ze in het testament bepaald van een x-bedrag moet Zwaantje elk jaar krijgen. Nou, de stichting Bisdom Vliet heeft natuurlijk die opdracht gekregen om dat uit te voeren. En Zwaantje is nog tot ver in de jaren 80, heeft zij gewoon elk jaar een bedrag van de stichting gekregen. En dat was ook altijd een moment dat de bestuursleden even met haar contact hadden. Er was een briefwisseling. Dus we hebben ook van Zwaantje eigenlijk nog best wel veel brieven. En daar heeft ze ook best wel veel anekdotes nog over Paulina kunnen achterlaten. Dus dat is ook heel waardevol eigenlijk. Ja. Ze is ergens in de jaren 80 is overleden. Ik weet even niet meer welke jaren uit mijn hoofd, maar goed. Dankjewel. Graag gedaan.